De behandeling van de strafzaak tegen de verdachte van de misdrijven gepleegd te Peking Saron door de kantonrechter vond plaats op 15 december. De officier van justitie droeg de beschuldigingen voor en vroeg om de zaak in behandeling te nemen. De verdachte G.Z. was afwezig vanwege medische redenen. Na de voordracht werden de vier aanwezige verdachten kort gehoord. Advocaten deden een verzoek om voorlopige hechtenis op te schorten, wat de kantonrechter afwees. De zaak wordt op 19 januari 2024 voortgezet voor getuigenverhoren en de voordracht van verdachte G.Z. De natuurbeschermer Michael Hiwat meldt een verontrustende dreiging voor Aitkanti zeeschildpadden in Suriname. Hij wijst op een alarmerende illegale bezetting van het belangrijkste legstrand, Braamspunt, waar 90% van de schildpadden eieren legt. Vissers bezetten illegaal dit cruciale broedgebied, maar ondanks meldingen bij de autoriteiten blijft enige actie uit. Hiwat roept op tot onmiddellijke interventie van de bevoegde instanties en steun van burgers en natuurbeschermers om deze dreiging te stoppen. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft gisteren ongeveer 400 grondpapieren uitgereikt in het district Wanica. President Santokki gaf uitleg over initiatieven zoals zelfstandige afhandeling van stukken door notarissen en grondconversie tegen een verlaagd tarief van 25 SRD per vierkante meter als onderdeel van het sociaal programma van de regering. Personen die het conversiebedrag niet kunnen betalen, kunnen mogelijk gebruik maken van een 7% lening bij de bank.